first star I see tonight. I wish I may, I wish I might. Have the wish I wish tonight. We'll make a wish and do as dreamers do. As dreamers do. And all our wishes, all our wishes will come true. Yeah. Wat ga je doen, Naomi? Nee, dat zijn de tennisvelden. Maar wat ga jij doen? Een liedjes zingen en kinderen. Ja, hè? Want het is vandaag de Koningsdag. We zijn onderweg naar Luciano en Angelina, naar de voetbalvelden. Daar worden Koningsspelen gespeeld. Dus we gaan even een kijkje nemen. Tot zo! Ja, ja. Naar 7, we gaan tot 6, naar 5, we gaan tot 10, naar 3, naar 2, 1, go! We doen het pas aan pas, met de hele klas. We doen het pas aan pas, pas voor pas. We doen het pas aan pas, wat is wat we gaan. We doen het pas aan pas, pas voor pas. Switch, 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 please, please, please. Zoals Luciano al zei, koningsspelen was superleuk, hè? Ja. En ja, we zijn inderdaad plantjes aan het planten. Ik was de schuur eventjes aan het opruimen. En ik kwam dus nog heel veel moestuintjes tegen. Kijk, dit zijn allemaal sherry. Dus dat zijn tomaatjes. We hebben inmiddels ook al de
Kijk, ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Een hele bak vol met komkommerplantjes. We zijn nu met de wortel bezig. En Naomi die helpt me supergoed, hè? Want wat moet je doen, Naomi? Een blaadje maken en daar liggen in doen. Ja. En dan moeten ze heel groeien. En dan moeten ze heel groot groeien. Ja, en dan opeten. Daarna kunnen we ze opeten. Hebben we een eigen groententuin. Ja. Dus, ja, de lente is natuurlijk begonnen. En de zomer komt eraan. Dus moet wel een beetje alvast wat gaan doen eraan. Dus ja, ik denk, ik begin alvast met de plantjes. Dus ik hoop dat ze opkomen, want ze zijn nu al bijna 2 jaar oud, die moestuintjes. Dus ik ben benieuwd. En dan nu komt je tuintje op en dan een leerkamer en dan gaan we groenten maken. Ja. En vonden jullie de Pony Park City vlog trouwens superleuk? Wij hebben echt super genoten. En inderdaad, we gaan in oktober dus nog een keertje. Yeah. En tussendoor nog een paar dagjes. Dus hou de vlogs in de gaten van ons. Want dan gaan we nog een keertje knuffelen met de ponies. Naar Dino. Naar Dino? Knuffelen. We gaan naar Dino knuffelen. Ja. Yeah. Dus. Verder, ja, gaat het eigenlijk ook super goed met mij. Hoe heet het? Ja. Het is dus gewoon... weer. Ja, dat gaat eigenlijk gewoon 1 kilo per week eigenlijk vanaf nu. Dus het gaat wat minder snel dan in het begin. Maar ik blijf trots op mezelf. Dus een duimpje voor mij. En ja, al 12 kilo eraf. Dus top, top, top. Op naar de volgende 10 kilo, hè. Om maar zo te zeggen. Dus, maar goed. Ik ga nog even verder met Luciano en Naomi. Ferdinand en Angelina zijn trouwens naar Amsterdam toe. Want de musicalschool is natuurlijk wel steeds bezig waar Angelina voor aan het repeteren is. Voor de musical Shrek. Die trouwens 2 juni te zien is in Hoofddorp. Ja, mochten jullie kaartjes willen bestellen, kan dat. Wil je de link hebben, vraag het even. Dan kan ik het even bij je neerzetten onderin de reacties. Voor nu, nogmaals, ik ga verder met de plantjes. Doei! Barbie. En ik heb een mooi kleurtje in. En hier ik heb allemaal de pikkelijken op de tafel gezet. En dan in een laas en allemaal stenen en allemaal drinken. Een dikke dankje op en Naomi. Wat gaan we doen, Naomi? Wat gaan we doen? Voetballen. Nou, lopen naar buiten. Waar is de bal dan? Wat is dat? Wat is dat nou? Hey, verrassing! Ja! Wie is dat, Naomi? Zo. Nou, Naomi, dat was een verrassing, hè, om het konijntje te zien, toch? Ja, eigenlijk. Ja, oh, ze zit helemaal onder de chocoladevlekken. Maar Naomi, die vond het superleuk om het konijntje te zien. En Luciano en Angelina waren ook erg verbaasd. Luciano wist wel dat het konijn overnamen van mijn moeder. Maar hij wist dus niet wanneer die hier zou zijn. Maar goed, ja. We hebben dus een konijntje. En hoe heet het konijntje? Konijntje is mijn... Waf Waf. Waf Waf? Heeft hij Waf Waf? Nee. Nee toch? Nijntje. Nijntje heet hij. Inderdaad. Het populaire Nijntje. Nijntje is Ja. Dus, en we hebben dus dat huisje. En er staat dus ook Moppie op. Maar Moppie, dat is dus de cavia die nog wel bij mijn moeder is. Maar Aranka, die mijn zusje dus, die keek dus niet meer naar
moppie. Of nou, mijn moppie. Oh, Nanijntje om. Dus ja, en de kinderen die wilden toch graag een huisdier hebben. En aangezien ik allergisch ben voor binnen, zeg maar, de dieren te hebben, hadden ze iets van, nou, een konijntje die kan ook buiten zijn. Dus we gaan, zit nou nog in een kooitje. Maar we gaan een supermooie ren maken, al wel. Ik niet. Ferdinand gaat een supermooie ren maken. En in de tuin, zodat hij ook lekker buiten kan lopen. Want het hokje vinden we toch een beetje klein. Misschien nog erbij nemen. In de toekomst. Inderdaad. We hebben ook verse eitjes en zo. Dat dus. Wie weet hebben we straks wel een hele kinderboerderij in de tuin. Nee, dat dus het liefst willen we een paard. Maar ja, dat wel, vind ik een beetje te groot om hier mijn tuin om te laten lopen. Wel. Het zal wel passen, maar nee, ik denk niet. Maar goed. Verder hebben wij, mijn moeder en ik, een superleuke dag gehad. Even kijken waar die is. Wij hebben een uitnodiging gekregen, Ferdinand en ik eigenlijk, om dus te gaan dineren. En dat was op 18 april. Het is nu 20 april, dus 2 dagen later. Maar zoals jullie hebben gehoord, Ferdinand die had natuurlijk een sollicitatiegesprek bij de dierentuin, de 18e. Hoe heet het? En ja, toen moest ik dus iemand anders meenemen. En toen heb ik mijn moeder gevraagd. En het was echt super gezellig. Ik laat jullie even de foto's hierin zien. Wat ik heb gegeten en wat mijn moeder heb gegeten. En ja, het was gewoon echt meer de gezelligheid. Want ik kon echt niet veel op. Ze hadden nou echt een hele bord met carpaccio. Nou, daarvan heb ik nog geen eens de helft van op. Want nou, dat was het voorgerecht. Toen had je ook nog een hoofdgerecht en een toetje. Nou, ik kan het echt niet. Echt heel erg is dat hoor. Maar ook weer niet. Want daarvoor heb ik de operatie gedaan natuurlijk. Dus ja. Maar sowieso willen we even een duimpje geven aan alle organisaties die daar zeg maar aan mee hebben gewerkt. Dus ja. Dat was het. Met dat. Het was echt super gezellig. Dankjewel dat we mochten komen en mee mochten genieten van deze mooie avond. En duimpjes voor jullie. Dankjewel. Zo. En verder gaan we vandaag natuurlijk eventjes naar het dorp toe. Want de Pasen zit eraan te komen morgen. En er is morgen natuurlijk alles gesloten hier. Maar vandaag gaan ze dus paaseieren zoeken in het dorp. Dus Naomi en ik... En ik weet niet of Ferdinand ook meegaat. Die gaan sowieso even naar het dorp toe. Luciano en Angelina zijn al buiten. Dus ik neem aan dat die al wel aan het zoeken zijn. Dus, maar ik neem jullie even mee naar het dorp. Tot straks. Hallo. We zijn onderweg. Naar Pasen. Ik en Luciano waren net bij het schoolplein bij ons. Ja, en ik dacht dus dat ze al aan het zoeken waren. Wat ik jullie al had verteld. Dus, en Luciano en Romy lopen daar. Ja, we waren, ik en mijn zoon waren op schoolpleintafel met een paar meiden. Oh, gezellig. Ja. Nou, we gaan eventjes naar de poort toe lopen. En dan gaan we paaseieren zoeken. Ja. Dankjewel. Nou. We weten al even. Ja. Nee. Ja, we gaan aan die kant beginnen. Nee, we gaan naar die kant toe eens. We gaan naar de overkant. Zo terug, dan lopen we zo een rondje. Anders, Wat heb je meegekregen, Naomi? Zal ik je popje vasthouden dan? Of zal ik je popje vasthouden? Oh, papa ook? Mag ook? Dat doe ik met je maar toe. Ja, die moet je zelf vasthouden. Ja, dan moet je de winkels in, hè? Zal ik je paasei openmaken? Zal ik even je eitje openmaken? Dan hou je die even vast. Kom maar, handje. Dan moet je bij die jumbo. Loop bij mij. Misschien moet wel bij de jumbo zijn. Ja, dan wordt begin helemaal door het dorp heen. Oh, dat is ook het hens. Nou, daar dus weer niet. Oh, jammer. Aan de overkant mag je stilstaan. Mama. Weet je wel, ga ik eruit zetten, mama? Nou. Ik wil. Ga maar zoeken. Zwemmen. Oh, nou. Kan je straks wel voor dingen. Deze kant is. Zo. Nu gaan we verder. Zo. Ik heb een vier weet niet. Ja, ook een dingetje. Nou, ga maar zoeken. Mijn oma gaat spelen. Ga je niet zoeken? Kom, ga eitjes zoeken, oma. Kom maar. Ja?
Dan ga je even spelen. Oké, dan ga ik naar Luciano en Angelina toe. Had je er één, zei je? Ja, één. Oh ja, daar. Eén. Ja. Oh, twee? Oh, twee, ja. Oeh. Ja, hier ook nog. Hierzo, kijk. Twee. We hebben er al twee en we moeten er... Weet ik niet. Ik weet het niet. Drie. Nog eentje bij Lutje en Schoen. Oh, hier. Drie, vier. Oh, hier ook één. Hier, nog één. Drie. Daar zo. Vier. Heb je gevonden? Ga maar zoeken naar de eitjes, Naomi. Ik wil er 10 op zitten. Kom maar, gaan we daarheen. Jij denkt ook, ik ga gelijk maar even spelen. Even uitproberen achter de poppenwagen. Je hebt thuis ook een poppenwagen, hè, Naomi? Ja. Ja. Een step. En een step. We gaan de paaseitjes zoeken. Ja. Mama. Mama, ik heb ze al. Dan moet je goed naar boven kijken. Ik dacht dat ze hier lagen. Nee. Maar dat is ze niet. Dat is ze niet. Jij ook een pakketje? Dan zie je ook een eitje. Ja, lekker. Lekker. Wil je het blauwe? Ja. Ja? Oké. Okay. Succes. Hey, dankjewel. Is het allemaal gelukt? Ja. Nou, dan mogen jullie proberen een dolf op te lossen. Ja, die ja. Die moet ook nog invullen? Ja. Moeten we de dolf in? Hou hem vast. Gaan we de dolf zoeken. Beginnen hier zo. Hier. En dan gaan we denk ik hierheen. Alleen deze. Ja, hoeveel eieren je op de poster telt? Moet je zo? Naar beneden toch, Luciano? Hoi! Hallo. Is het een beetje gelukt? Ja. Waar naartoe? Bij die steltje. Oh, dan moet ik daarheen. Zo! Ja, top! Alsjeblieft. Ik ben een beetje fout ingegaan, maar... Oh, maakt niet uit. Dan krijg je lekker chocoladepaashaas en eitjes. Zo. Alsjeblieft. Wat zeg je?